zijn hier vandaag bij biologische winkel Andijvie. En we zijn eigenlijk benieuwd, wat is dat nou biologisch? En waarom, wat voor nut heeft dat? We gaan kijken. We staan hier met mevrouw Maaike Dassen, eigenaresse van de winkel Andijvie. En hoe lang zit u hier eigenlijk al? Al 25 jaar. Ja. Nog steeds even klein als we ooit begonnen zijn, maar het is wel in de loop van de jaren steeds drukker geworden. Ja. Dus u merkt dat er eigenlijk meer interesse komt in biologisch eten dan? Ja, de laatste jaren zeer zeker. Mensen worden meer bewust van wat er in de voedselindustrie speelt. Er zijn meer programma's op tv dat ze echt denken, hé, hoe zit dat allemaal? Diervriendelijkheid, daar zijn toch meer mensen mee bezig. Want wat speelt er dan eigenlijk in de voedselindustrie wat u net noemde? Ja, de laatste jaren zijn er heel veel schandalen geweest, zoals je weet. En ik denk dat mensen ook gevoeliger worden voor... Ze zien om zich heen dat veel mensen ziek worden van eten. Mensen zien de link tussen wat je eet en wat dat met je doet en wat het met je omgeving doet. Ik denk dat mensen bewuster worden. Want wat is biologisch eigenlijk? Nou, biologisch, dat is iets wat al in de jaren 20, 30 is opgezet. Dat is dat je groenten teelt volgens een wisselsysteem. Dat je de aarde niet uitput. Dat je op een goede manier met de natuur omgaat. Wisselteelt betekent dan dat we eigenlijk de grond niet uitputten? Nee, vroeger had je het voorbeeld van aardappelmoeheid. Als je ieder jaar aardappels op hetzelfde land verbouwt, dan raakt die grond uitgeput. Die geeft niet meer de goede stoffen, dus je krijgt dan slechte aardappels. Dus dan moet je het ene jaar granen doen, ander jaar groenten, ander jaar aardappels. De moestuinder weet dat ook, dat hij niet steeds dingen op dezelfde plek moet doen. Dat lukt het niet meer met verbouwen. En u zegt, nou, geen bestrijdingsmiddelen, maar dat is toch hartstikke handig om al die beestjes en bacteriën dood te krijgen ofzo? Nou, dat kan je wel zeggen, maar wij denken dat we insecten kunnen uitroeien en dat ze dan niet meer terugkomen. Maar zo werkt het niet. Een insectenvolk is zo sterk, die houdt een paar resistente kleine beestjes over en binnen de kortste keer hebben ze weer de hele populatie. En die insecten willen ook zeggen, dit gewas is zwak. Ze vallen dat gewas aan omdat het weg moet. En als je met onze biologische boer praat, waar we iedere week de groenteabonnementen van hebben, die zegt ook, hij heeft haast geen insectenvraat, hij heeft gewoon hele sterke gewassen. Het enige waar hij heel veel aan moet werken is wieden, onkruid. En dat is, ja, dat is gewoon meer werk en daarom is biologische groente ook duurder, omdat het heel veel handwerk is. En zeker door de zomer heen, alles moet steeds gewied worden. Goeiedag meneer. Misschien kunt u beginnen met zich voor te stellen. Ik ben Henk van Kooi. Ik woon hier in de buurt. Hartstikke goed. En ik zie dat u biologische producten koopt. Ik koop ook biologische producten, ja. Maar niet uitsluitend? Nee, niet uitsluitend. En om te beginnen, waarom koopt u eigenlijk überhaupt biologische producten? Omdat ik ze soms lekkerder vind als andere producten. Vollere smaak of? Ja, dat wat meer artisanaal, of hoe zeg je dat? Wat meer, ja, het heeft iets anders soms. Goeiedag, hoe heet je? Skylie. En hoe oud ben je? 8. En je bent hier boodschappen aan het doen, zie ik. Wat heb je allemaal gehaald? Eieren en tofu. Waarom doe je eigenlijk biologische dingen kopen? Nou, mijn moeder is biologisch. En ik mocht zelf weten of ik het mocht zijn. Wat is biologisch? Nou, dat je vegetarische dingen eet. En hoe werkt dat dan bij je niet-biologische producten? Nou, die werken vaak door gewoon maar dingen toe te voegen. Als ze zien dat de aarde uitgeput raakt, dan stoppen ze er weer substraten op. Of weet je, dan gaan ze alleen maar proberen op een kunstmatige manier weer iets terug te geven wat eruit is. En dat is niet de methode. In feite kun je, als je het goed behandelt, kan groente ook op een vrijwel
onbespoten manier worden geteeld. Er wordt dan geen enkele vorm van bestrijding gebruikt? Nee, ik heb laatst nog een stuk gelezen. In de gewone teelt mogen 1500 bestrijdingsmiddelen gebruikt worden tegen insecten en ziekten. In de biologische teelt zijn er 150 toegestaan. Maar heel veel boeren willen niet eens die 150 gebruiken, omdat ze weten dat je altijd met bestrijding van andere middelen weer wat anders terugkrijgt van een probleem. Dus de meeste boeren willen gewoon zo zuiver mogelijk werken. Daar kunnen ze het best van op aan. Ja. Want die bestrijdingsmiddelen, al dan niet voor insecten of onkruid, kunnen ook misschien zijn ze ook wel schadelijk voor de mens. Want we eten het dan toch op. Ja, en voor de dieren, voor de vogels, voor de hele voedselketen wat in het water terechtkomt. Ja, dat kun je zelf ook wel bedenken, hè, dat het niet zo verstandig is. Ja, biologisch is natuurlijk wel echt een stuk duurder. U noemde daarnaast het verhoogde aantal handwerk. Zijn hier nog andere redenen voor? Kleinere handel is het natuurlijk, hè. Maar als je in de seizoenen eet, als je echt zorgt dat je 's winters niet per se tomaten wil of aardbeien, dan kan je nog aardig met de gewone goede seizoensgroenten. Dan is het niet echt onbetaalbaar. Dan is het misschien iets duurder dan Albert Heijn of... Zo redeneren veel van mijn klanten. En biologisch is ook wat duurder. Zou u meer biologisch gaan kopen als het ook wat goedkoper was? Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik vind dat je betaalt voor een product en daar kies je voor en de prijs is daar ondergeschikt aan. Ja. Dan heeft u een goede positie dat u zo kunt kiezen. Nou ja, als je het belangrijk vindt om goed te eten, dan kan je beter kiezen voor soms iets minder, maar dan wat lekkerder is dan heel veel wat je de diepvries gooit en wat minder van kwaliteit is. Want u weet ook dat in principe biologisch beter is voor het milieu. Speelt dat helemaal niet mee? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het milieu zichzelf wel weer verbetert. En dat het altijd alles wel weer goed komt. Dus het is vooral een egoïstische reden. En het steunen van de winkelier. Ik denk dat wanneer je bijvoorbeeld in de trein zit en je gooit een blikje cola naar buiten, dan ligt dat wel even heel storend langs de rails. Maar op een gegeven moment dan groeit daar weer een paddenstoel. Dus ik denk dat de natuur zichzelf wel weer verbetert. Je kan ergens rotzooi maken of de weg openbreken, maar dat komt wel weer goed. En daar geloof ik wel in. Toch horen we heel veel verontrustende berichten over het milieu. Ja, maar dat heb ik zelf nog niet ervaren. Ik heb nog nooit ergens gezien dat het hopeloos wordt. Dus je gooit uw vuil gewoon op straat? Nee, ik niet. Maar als ik het zie, dan raap ik het ook wel op. Maar ik denk dat de natuur uiteindelijk overwint. Dus dat we nooit, zeg maar, ik vind natuurlijk, je moet heel erg oppassen hoe je met je vuilen, met je milieu omgaat. Maar ik geloof niet dat de wereld te vernietigen is doordat je niet goed op het milieu let. Voor het milieu zijn er natuurlijk heel veel voordelen om als mensen lokale producten tot zich te nemen. Ja, dat zou wel beter zijn. Maar ja, dat is weer de bewustwording van de consument. Dus we moeten bedenken, wat wil ik nou, waar wil ik verantwoordelijk voor zijn met mijn consumentengedrag? Wat zijn die voordelen dan? Nou, het is van dichterbij, het is verser. Je eet gevarieerder, want je moet dan wel op de seizoenen letten. Het ene seizoen heb je bepaalde dingen niet. Er is weer wat anders voor in de plaats. Dus mensen moeten wel wat creatiever zijn. Maar dat kan ik wel van onze klanten zeggen, dat ze allemaal heel graag koken. En geen kant-en-klaar dingen willen. De meesten willen gewoon lekker zelf dingen maken. Ja. Ja, want zijn biologische producten nou echt lekkerder? Ja, ik hoor mensen toch vaak zeggen dat ze het echt proeven bij bieten, bij wortels, bij de eieren. Weet je wel, die kippen krijgen biologisch voer, dat proef je echt. Ja. Dus u vindt de kwaliteit van biologische producten ook daadwerkelijk hoger? Meestal is dat wat hoger. En ik vind het ook aardiger als je nou weet hoe dingen er soms uitzien of zijn opgepept om ze mooier te maken. Kijk, die appels die zijn niet zo mooi die hier liggen, maar die zijn wel heel erg lekker. Weet je wel, dus daar gaat het toch uiteindelijk om. Dus dan steun je eigenlijk door de biologische te kopen, misschien toch die boer die het wat beter doet. Hè, en dat is het idee erachter, vind ik. Een biologische boer doet het beter?
Nee, ik denk niet dat hij het beter doet. Ik denk dat hij het in ieder geval bewuster doet. Dat hij beter met zijn bedrijf bezig is en een eerlijker product wil maken. Althans, daar gaan we maar van uit. Maar of dat uiteindelijk, of hij het beter doet als iemand die maar bezig is met geld te verdienen, dat beter is een moeilijk begrip daarin, denk ik. En wat bedoelt u precies met een eerlijker product? Nou, ik denk dat als je bijvoorbeeld, ze hebben hier wel eens biologische bloemen en die vind je niet bij de bloemenman. Die groeien dus zoals ze gewoon in het weiland groeien. Hè? En die zien er dan toch wat feestelijker uit dan zo'n strak bosje tulpen bij de bloemenman. Dat bedoel ik. Dus er zit gewoon wat verschil in. Maar het heeft niet alleen met verstand te maken, maar ook met gevoel, denk ik. Of je dat wil. Want dat is dan eigenlijk een nog iets lokaal kiezen. Ja, we hebben iedere week groentepakketten van een boer in Strijen, dat is in de Hoekse Waard. En verder hebben we 4 keer per week groente, zuivel, aanvoer. Maar dat komt ook van verdere landen. Dat is eigenlijk het meeste uit Europa. Ook nog wel in Noord-Afrika, Zuid-Amerika soms. Jullie kiezen er wel voor om toch dingen te importeren, soms ook van ver. Wat ook weer bijdraagt aan vervuiling. Ja, nou ja, bananen komen met boten. En die komen wel van heel ver. En het is het hele jaar door. Dus dat gaat in tegen het idee van met de seizoen eten. Want dat komt uit een land waar altijd hetzelfde seizoen is. Maar ik ben al heel blij als mensen kiezen voor mensvriendelijke producten. Want de mensen die dat moeten verbouwen, die zouden anders met bestrijdingsmiddelen werken of hebben slechte werkomstandigheden. En dat geldt dus weer niet voor fairtrade en bioproducten. Maar biologisch is niet per se fairtrade, toch? Niet altijd, wel als er een merkje op staat dat het door Max Havelaar is gecontroleerd. Er zijn ook wel bedrijven die het wel op hun verpakking schrijven, maar die geen Max Havelaar merk hebben. Maar het geldt voor ieder bedrijf of ze zich daarvoor inschrijven om zo'n merk erop te zetten. Ja. Maar hoe weet u nou dat het goed zit? Misschien zegt een boer van ja, ik ben biologisch, maar voor hetzelfde geld. Ja, er is een controleorganisatie, die heet SCAL. En die werkt over de hele wereld. En die bestaat ook al lang hoor. Ik meen iets van 25 jaar. Dus die hebben overal kantoren in de wereld. En die doen dus proeven bij bedrijven of ze eerlijk werken. Kunt u mij vertellen, stel je voor, ik heb nergens zoveel verstand van en ik kom dan in deze winkel, dan vraag ik u, waarom moet ik nou biologisch eten? Ja, dan zou ik kunnen zeggen, weet je ook waar dingen vandaan komen, weet je? Dan zou ik wat uit kunnen leggen over hoe voedsel wordt geproduceerd. Dus zo simpel voorbeeld is het ei, weet je? Kippen die in allemaal hokjes naast elkaar zitten en waarvan de snavels gekapt worden. Wat doet u eigenlijk nou zelf voor het milieu? Nou, ik doe alles op de fiets. We hebben 4 kinderen. Wij doen alles op de fiets hier in de stad. Ik denk ook, zoveel mensen die mankeren niets aan hun benen en die stappen voor 2 straten stappen ze in de auto. En dat zou ik zo fijn vinden als mensen eens wat meer op de fiets gingen. Want je bent op de fiets veel sneller op je plek. Ja, het is toch een geluk dat mensen niet meer ongelukken maken dan dat ze doen, want 's morgens krioelt alles om elkaar heen. Van autootjes en brommers. Maar je kan zoveel op de fiets. Het zijn kleine afstanden. En zorg jij ook een beetje voor het milieu? Ja. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld blikjes gooi ze op de grond, dan raap ik het met mijn vriendinnen op. Dan ga je op pad om alle blikjes op te rapen? Ja. Wauw. Wil je niet veel liever buiten spelen? Nou, soms. Je doet het gewoon zo nu en dan? Maar waarom dan? Waarom is het zo erg dat die blikjes daar liggen? Nou, het is slecht voor het milieu. En de winkel, wat doet die voor het milieu? De winkel zelf? Ja, dat is een leuke vraag. Ja, we steunen de biologische landbouw. En dat doen we doordat we alleen producten uit biologische landbouw verkopen. Maar kan jij nog iets verzinnen, Fred? Wat wij voor het milieu doen met de winkel? Behalve dan dat we... Wat de winkel voor het milieu? Ja.
Ja, alles. En bovendien, bezorgen doen we ook met de fiets. We hebben ook een flinke bakfiets, die heeft mijn man gemaakt. En dat, daar kan je zelfs tot een paar honderd kilo op vervoeren. Ja. Het is jammer dat hij nu niet voor de deur staat en die had je eigenlijk nog moeten filmen. Ja. Ja, dat doen we ook. Wacht even. Dat was ik nog vergeten. Wij geven liever niet overal plastic tasjes omheen. We promoten dat mensen zo'n netje nemen. En we gebruiken hergebruik plastic tasjes. Mensen kunnen hier hun tasjes inleveren die ze thuis hebben liggen. En daar is een ander weer blij mee die zijn tas vergeten is. Ja. Dat zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ja, ja, dat zijn allemaal die. Wij zijn maar klein en we doen ons best. Ja. Ja. Iedereen een steentje en we hebben een kasteel. Ja. Ja, precies. Dat is een mooie. Dat is een hele mooie zin. Ja. Welkom bij Milieu TV. Schoon water is belangrijk. Kijk nu naar de mensen die daarvoor de handen uit de mouwen steken. Nou, we staan hier vandaag bij de Rotte waar een schoonmaakactie wordt gehouden. Dit is georganiseerd door de Stichting Aquarius. En ja, dan sta ik met hier iemand van de Stichting Aquarius. Wie ben jij? Ik ben Anne Wilhop. En ja, kan je misschien vertellen wat er vandaag precies gebeurt? Nou, vandaag gaan wij de grote lente schoonmaak houden van de Rotte. We gaan met een aantal bootjes en met zoveel mogelijk basisschoolleerlingen en leerlingen van BSO's en ook volwassenen ook. En natuurlijk ook met professor Plons, die kan je zo hier achter me filmen, van het Maritiem Museum. Gaan we de Rotte schoonmaken met schepnetjes. Oké, en waarom hebben jullie dit georganiseerd? Nou, we zetten ons als Stichting Aquarius in voor schoon water. Dat doen we normaal door een aantal evenementen, bijvoorbeeld het rondje Noordereiland te organiseren en het rondje KNSM-eiland in Amsterdam. En dat soort evenementen. Maar vandaag gaan we echt zelf de handen uit de mouwen steken, omdat het Wereldwaterdag is. Dat is een dag waar een internationale dag die aandacht vraagt voor schoon water. En we dachten, nou ja, weet je wat, we gaan dat gewoon zoveel mogelijk partners bij elkaar brengen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimp en de Waard is er. De Roodheb doet mee, Evides doet mee, het Maritiem Museum. En we gaan gewoon met z'n allen, nou, gewoon de Rotte schoonmaken. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen aansluiten. Oké. En ja, hoe is het met de Rotte gesteld? Is die erg vies? Ja, het is erg vies inderdaad. Zeker waar op de route waar dan ook... Waar supermarkten liggen, bijvoorbeeld bij de Aldi of zo. Dan mensen gooien zo'n vel erin. Mensen volgens mij ook, gooien daar ook gewoon tv's in en karretjes en weet ik veel. Een afvalberg. Ja, het is echt gewoon een afvalberg. Wat heb je tot nu toe al gedaan? Schoongemaakt. En heb je een hoop troep gevonden? Ja. Wat vind je ervan? Heel vies. Ja. Vies werk ook? Ja, dat zou niet in de gracht moeten liggen. Eigenlijk. Had je het al wel eerder gezien dat het allemaal in het water lag? Ja. En wat vond je dat mensen dat, wat vond je daarvan? Niet respectvol. Wat vind je ervan dat het nu schoongemaakt wordt? Heel erg goed. Zodat eenden er niet verstrikt in raken in sommige blikjes en vogeltjes. Ik sta hier met Erik Hoving van het Hoogheemraadschap. Dan wilde ik aan jou vragen, hoe is het met de waterkwaliteit gesteld van de Rotte? De waterkwaliteit van de Rotte is redelijk. Het zou beter kunnen. En dat komt met name omdat het water van de omliggende polders hierin komt. En ook gewoon het water van de stad. En daar komt ook rioolwater bij als het heel hard regent. Dus daar is de waterkwaliteit niet heel goed, maar het is wel redelijk. Oké, en ja, leven er een hoop dieren in? Ja, er leven heel veel dieren in, zowel veel watervogels, zeker ook in de stad. Veel eenden en ganzen, maar ook veel vissen. En met name zijn dat brasem en karpen. Oké. En ja, want ze zeggen altijd, tenminste er ligt dus een hoop afval ligt hier altijd in de Rotte. En die meerkoeten, waterkippen maken nesten met het afval. Ja. Is dat slecht voor die vogels of niet? Nou, ik ben geen bioloog, dus dat kan ik niet heel goed zeggen. Maar op zich doen ze het al jaren en het gaat heel goed. Maar het is gewoon ook geen gezicht dat al die troep in de Rotte drijft. En daarom is deze actie natuurlijk heel goed, dat je gewoon met elkaar het schoonmaakt. En dat je ook de bewustwording bij de mensen creëert wat het effect is van dingen zomaar weggooien. Het komt ergens terecht en vaak is het in het water en dat hoort er gewoon niet. Dus het is gewoon heel goed dat we dit met z'n allen aanpakken en dat we op een dag als vandaag dat met z'n allen doen. Ja, want als het natuurlijk niet weggehaald wordt, dan op een gegeven moment zakt het, verpulvert het net dat het op de grond terecht komt. Ja.
ja, het zakt naar de bodem, maar het gaat ook voor duikers liggen of raakt gemalen verstopt. Dus in die zin verzorgt het ook voor overlast voor ons als waterschap. Wat ben je aan het doen? Vieze dingen uit het meer te halen. En, wat vind je ervan? Nou, ja, het is vies. Wat heb je allemaal gevonden? Blikjes, takken, bladeren. Wat vind je ervan dat de rotte zo vies is? Eigenlijk niet normaal. Nee. Waardoor denk je dat het komt? Door mensen. Waarom dan? Ze gooien zomaar blikjes en zakjes. En waarom moet die schoongemaakt worden? Nou, eigenlijk is het zo van, wij zijn dus, ja, als Stichting Aquarius organiseren wij het rondje Noordereiland. En dat, wij zwemmen eigenlijk in open water, in rivieren. En dus daardoor worden wij ook elke keer het meeste geconfronteerd eigenlijk met hoe vies het eigenlijk is. Dus ik wil niet zeggen dat het eigen belang is. Het is gewoon belang voor iedereen en ook voor alle dieren die erin leven natuurlijk. En de meerkoetjes die hun nesten weer gaan bouwen. Dus ja, het is gewoon belang natuurlijk voor iedereen. Voor ons als zwemmers, maar ook gewoon voor iedereen die in Rotterdam woont. Maar aan het eind van de dag gaan we het wegen, zeg maar, het afval. Dan gaan we een grote check op de Speedo overhandigen aan de directeur van het Hoogheemraadschap. En dan gaan we eventjes wegen hoeveel we op hebben gehaald. En we denken dat we wel een aantal honderden kilo's eruit zullen halen. En dan, wat gebeurt er met het afval? Ja, dat mag de roadtrip mee naar huis nemen. Steeds meer mensen zien het belang van groen en samenwerking. And the fishermen came back across the water. And the people started running in the park. And the city stopped as I held you in. We could hear the sound of sirens all around us, and the scent of burning oil was in the air, and the music played, and it felt so good to hear. We zitten hier bij de transitie van het bergwerkplantsoen en ik spreek met Daniel. Wat gebeurt er hier? We zijn hier met allerlei mensen uit de buurt. Zijn we een stukje grond zijn we aan het omvormen. Het waren hier zo'n aantal bedden op een rijtje met beplanting al wel. Maar we gaan daar een tuin van maken die ruimte biedt voor de mensen hier in de buurt en uit Humanitas. Om daar zelf aan de slag te gaan, daar zelf dingen te verbouwen. Dus samen met elkaar. Ja. En waarom doen jullie dat? Er zijn verschillende aanleidingen. De eerste is, het is fijn om met elkaar, mensen hebben nu een reden om met elkaar samen te zijn. Je ziet dat het heel veel sociaal contact oplevert, mensen praten met elkaar, we hebben gezellig samen gegeten. En daarnaast zeg maar dat wat meer ideologische achtergronden erachter is dat het goed is om dichter betrokken te zijn bij de productie van je eigen eten. Dat je dat meer uit je eigen buurt haalt en daar zelf meer van af weet. En op die manier kunnen we dat soort vaardigheden ook aan elkaar leren door samen bezig te zijn in de tuin. Ja. Wordt er dan ook eten, groenten verbouwd? Ja, zeker. Ik doe dit ieder voorjaar. Nou nee, dit is voor ons ook echt de eerste keer dat we hiermee bezig zijn. Ja. Dus ook een hele nieuwe ervaring. Ik vind het prachtig om te zien hoeveel mensen er af zijn gekomen. Ik ben ook heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen verder in het seizoen. Dus het is een mooi experiment. Dus je weet nog niet of het gaat lukken? Nou, ik heb er wel veel vertrouwen in, want we hebben wel nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Er is veel contact gelegd met de mensen hier in de buurt. We hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd, straatoverleggen. Er is contact gelegd met de dagverzorging uit de Manitas en de Stichting Paameijer. En de naastvolse opvang Kinderparadijs. En zij zullen alle drie projecten organiseren hier in de tuin. Dus op die manier zal er al leven in de tuin zijn. Ik zelf zal er veel zijn en andere mensen die er vandaag zijn. Dus door de tuin te laten leven en te bruisen, zeg maar. Ja, op die manier willen we ook zorgen dat het onderhoud dat het goed geregeld wordt. Zeg maar. Als er continu mensen aanwezig zijn, dan zal de tuin er ook netjes bij liggen. Dus de nodige voorbereidingen zijn getroffen. Ja. Oh ja, dus daarna wordt je ook helemaal verzorgd. Ja, zeker. Ja. Ja, als we er na vandaag niks meer aan doen, dan wordt het een onverzorgd zootje. Dus het is wel echt de bedoeling dat we daar zo
structureel dit seizoen veel in deze tuin zullen zijn en zullen blijven ontwikkelen. Ja. En wat is transitie om Rotterdam? Ja, dat is waar dit project uit voortkomt. We zijn met een groep mensen zijn we in april vorig jaar zijn we begonnen met het Transition Town initiatief. Dat houdt heel kort in dat we streven naar zoveel mogelijk van onze levensbehoeften uit de lokale omgeving halen. Er zijn een aantal aanleidingen waarom je dat zou willen doen. De belangrijkste is een piek in de olieproductie. Dat is, wat dat inhoudt is dat we hebben een samenleving die is gebaseerd op olie. Dat is eigenlijk de belangrijkste brandstof die onze samenleving drijft. En veel petroleumgeologen, mannen met tientallen jaren ervaring in het vakgebied, die zijn het erover eens dat er een piek is bereikt in de productie. En zo niet nu al, dan ergens binnen de komende jaren. Dat zal hele drastische gevolgen hebben voor de samenleving als de belangrijkste energiebron opeens wegvalt. Dus op deze manier pas je als lokale omgeving aan, maak je de lokale omgeving veerkrachtiger. Door zelf beter te worden in het voorzien in je eigen behoeften. En daardoor minder afhankelijk te worden van olie. Ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste aanleidingen. En daarnaast, binnen het bredere plaatje van de wereld, neem ik op die manier door ingebed in de lokale ecologie. Zeg maar je behoeften te verbouwen of je energie op te vangen of iets dergelijks. Neem je ook gewoon je verantwoordelijkheid en zorg je dat er door jouw bestaan geen verdere milieuschade aan de wereld wordt toegebracht. En echt de spuigaten uit te lopen. Dus op die manier neem je ook je eigen verantwoordelijkheid daarin. Ik spreek hier met iemand die hier aan meedoet. Wat vind je hiervan? Hoi, ik ben Isolde en ik ben sinds een jaar geleden hoorde ik over Transition Town Rotterdam. Ik kreeg een e-mail of ik geïnteresseerd was en begin mei ben ik toen naar zo'n bijeenkomst geweest, zo'n avond. En ik was meteen helemaal enthousiast, helemaal gegrepen door het idee om met mensen zelf van onderaf gewoon je eigen leefomgeving te creëren en op een duurzame manier in te richten. Ik vond het echt geweldig, dus sindsdien ben ik enthousiast en doe ik mee met Transition Town Rotterdam. En nu zijn we dus echt concreet aan het werk. Geweldig. En je hebt ook groene vingers. Op zich. Ik vind het wel leuk om in de tuin te vroeten. En ik heb ook wel een ecologische achtergrond. Dus ik weet wel, ik kan wel een plant van een boom onderscheiden, zeg maar. En ik vind het hartstikke leuk om bezig te zijn ook met mijn handen. Ja. En ik ben dus ook van de boomridders. Ook nog. En je redt ook bomen? Ja, ik red ook bomen. Dus Stichting de Bomenridders komt op voor het behoud van groen en bomen in Rotterdam en omgeving. En Transition Town past daar natuurlijk heel mooi bij. Want die willen ook een duurzame leefomgeving. Zelfvoorzienend zijn. Ja, past heel goed. Oké, nou bedankt en succes ermee. Dankjewel. Wat is permacultuur? Wat permacultuur doet, je neemt de natuur als voorbeeld. Het natuurlijke ecosysteem neem je als voorbeeld bij het inrichten van je eigen leefomgeving. Dus bijvoorbeeld als je je voedsel gaat verbouwen, dan maak je niet één uitgestrekt veld waar dezelfde gewas groeit. Maar dan kijk je naar natuurlijke voorbeelden en dan zie je dat heel veel planten door elkaar groeien. En probeer dus in je tuin bijvoorbeeld ook die diversiteit te stimuleren. En die planten bij elkaar te zetten die een wederzijds versterkende relatie met elkaar hebben. Op die manier kan je en de opbrengst van je tuin kan je verhogen en je kan het onderhoud wat je eraan moet plegen kan je verlagen. Omdat heel veel van het onderhoud, als het ware, wordt door de natuur zelf gedaan. De voorzieningen in het water, voorkomen dat er onkruid opkomt, dat soort dingen. Je neemt de natuur als voorbeeld en je probeert zeg maar wat je maakt, wat tuin betreft, zo daar zoveel mogelijk op te lijken. Ja. Okay. This is the life we've been given. So